Welkom bij Art Tech. Techniques, technology, technieken, technologie. Daar gaan we het over hebben. Art Tech. Met vandaag, hoe installeer je Magic Lantern op jouw spiegelreflexcamera? Maar wat is Magic Lantern? Het is een gratis software die je installeert op je SD-kaartje. Dus je kunt het er zo weer afhalen en ook weer updaten. Het is open source, dus de codes staan gewoon op internet. Je kan het zelf aanpassen, weer teruggeven aan een community. En het is alleen voor Canon EOS camera's. Dus de meeste spiegelreflex camera's en bijvoorbeeld de EOS M, dat is een systeemcamera. Het is niet gemaakt door Canon ontwikkelaars, maar het is wel gewoon legaal. Wat heb je nodig? Een camera. Nou, de camera waar ik het graag op wil installeren, film ik nu mee. Die zie je nu in beeld. Het is een Canon 700D. En je ziet hier nu de kitlens, de 18 tot 55 mm. Je zorgt ervoor dat de camera op de M van manual staat, zodat we straks het volledige menu in beeld krijgen en dan doe je de camera aan. Wat we eerst gaan checken is of het de goede software op staat. Je scrolt door naar het ene laatste menu icoontje en daar check je of je de goede software hebt. Nu bij mij staat erop 1.1.3. Vervolgens wil je de camera formateren. Nou ja, het SD-kaartje wil je gewoon leeg hebben en formateren, zodat je het straks goed op kan installeren. Dus je gaat naar het juiste menu. Eerst check je natuurlijk nog of je de foto's en de video's op je camera wel wilt wissen, dat je niet straks iets kwijtraakt. Dat is op zich wel handig natuurlijk. En daarna ga je naar menu en ga je de kaart formateren. Heb je dat gedaan, doe je de camera weer uit en haal je het SD-kaartje uit je camera. En ga je naar je computer. Nou, dan open je je internetbrowser en ga je naar magiclantern.fm. Dat is de website. Zie je nog wat informatie over Magic Lantern. Daarna klik je op downloads en selecteer je je camera. In mijn geval is dat dus de 700D. En daarachter staan wat nummers. 114 staat er in dit geval. En dat betekent dat je de 1.1.4 software moet hebben. En bij mij stond er 1.1.3. Dus wat we gaan doen is mijn software updaten. Dat is niet zo ingewikkeld. Je gaat naar een zoekmachine en je typt in je camera en de software die je moet hebben. Nou heb ik het liefste van de officiële website, dus canon.com.au is dit in ieder geval, maar dat maakt op zich niks uit. En je downloadt het voor jouw computer, in mijn geval een Mac. En dan download. Dan installeert hij wat. En open je het eigenlijk, zet je het op je SD-kaartje, die stop je eerst natuurlijk in de computer. Zet je de nieuwe software op de SD-kaart. Wanneer dat het geval is, haal je de SD-kaart weer uit de camera en doe je het, of uit de computer en doe je het in je camera. Dan ga je vervolgens naar het menu weer. Zorg dat je hem op manual hebt en ga je naar het juiste menu waar staat welke software je hebt. Daar stond bij mij nog steeds 1.1.3 en die ga je updaten. Dus je klikt op 1.1.3 en je gaat de updaten. Even wachten. En je software is geüpdate naar 1.1.4. Waar waren we gebleven? Bij de website. Je selecteert jouw camera, dus de 700D114. Die hebben we nu. Dus we kunnen verder. We klikken erop. En je komt bij de latest beeld en klikt op download. Je moet wel alle bestandjes wat je hebt gedownload op je SD-kaartje slepen.
Ik deed eerst de BIN niet, toen ging het niet helemaal goed, want ik dacht dat is een ander bestandje. Maar dat is niet zo. Alles kan erop. Je 1.1.4 installatie die kan er weer af. Of in, misschien in jouw geval dat het een andere is, maar die kan je eraf gooien. Dus die heb je al geïnstalleerd op je camera. Even wachten tot het overgezet is. Haal je het SD-kaartje er weer uit. Uit je computer. In je camera. Doe hem weer aan. En je gaat naar het menu waar je software op staat. En je gaat het weer updaten. En nu kan de camera je SD-kaartje lezen. En ziet dat hij een update moet doen. En gaat hij ML installeren. Magic Lantern wordt geïnstalleerd. Please restart your camera. Nou, dat doe je hem even uit. En je doet hem weer aan. Je hebt in één keer informatie op de bovenste regel en op de onderste regel. Dus meer, ik vind het echt duidelijker dan wat het officiële scherm aangeeft. Maar hoe kom je nou bij het menu van de Magic Lantern? Als je gewoon de camera opent, heb je het hoofdmenu. En als je op het prullenbakje drukt, dan kom je in een van de Magic Lanterns menu's. En dan druk je linksbovenin op menu. Dan kom je in het tweede menu'tje van Magic Lantern. En als je weer drukt op het prullenbakje, ga je weer terug naar het originele menu. Maar mijn camera heeft touchscreen. En als je met twee vingers tegelijk drukt op het schermpje, kom je ook bij Magic Lantern menu'tje. Wil je Magic Lantern niet, je bent er helemaal zat van en je wil het niet meer? Heel simpel, je gaat weer naar het menu toe en je gaat je kaart formateren. Want het staat alleen maar op jouw SD-kaartje. Heel erg fijn, vind ik, want dat is niet je hele camera helemaal in de war of weet ik wat. Je gaat je kaart formateren en je hebt altijd de keuze. Je kunt dan drukken op dat icoontje. Of je Magic Lantern wel wil houden of niet. Dus je kan het kaart volledig formateren. Of Magic Lantern houden en al je documenten verwijderen. Het is wel zo, stel je bent aan het filmen ergens en je kaartje is vol. En je doet een ander kaartje erin. Daar staat natuurlijk geen Magic Lantern op. Dus zorg ervoor, als je het wel wil gebruiken, dat je dan al je kaarten op deze manier installeert. Zodat je dat kunt gebruiken. Dus eigenlijk is de installatie heel erg simpel. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik ga er in ieder geval mee aan de slag. En ik zie je volgende keer weer bij Art Tech.